En dit is dan mijn ontbijt. 3 eieren met ketchup. En dan een broodje peanut butter jelly. Echt lekker. Ik heb het dus laatst weer herontdekt. Ik zag het bij iemand bij YouTube. En toen dacht ik, ja, I'm gonna try it. Heel erg lekker. En hierdoor heb ik dus echt een goede combinatie van wat suikers, de carbs van het broodje, de gezonde vetten, de protein. Het is werkelijk waar weer een droom. Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe FitAddicts video. Deze introductie heb ik nu echt al 3 of 4 keer geprobeerd op te nemen. Maar steeds gebeurden er dingen waarvan ik dacht, oké, nu kan ik even niet door. Maar hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe FitAddicts video. Als je deze video waardeert, zou ik het heel erg tof vinden als je het duimpje omhoog wil klikken. Dat support mijn kanaal en dan weet ik natuurlijk welke video's jullie leuk vinden. Ook zou ik het waarderen als jullie willen subscriben, want daarmee blijf je natuurlijk als eerste op de hoogte. En ook dat support mijn kanaal natuurlijk heel erg. Ik ben even aan het shocken. Ik kom net van de winkel. Een aantal dingetjes gehaald die we nog nodig hadden voor hamburgers maken vanavond. Dat wordt weer heel erg lekker. Ik was cheddarkaas vergeten. En moest nog wat pakken kipfilet hebben voor mijn breakfast sandwich die ik altijd maak. En ik ben nu weer aan het wandelen. Want ik heb weer een nieuwe challenge die ik ben aangegaan. De Amazone gebied. Die is 161 kilometer, super relaxed. Dat is natuurlijk al een stuk verder. Daar geef ik mezelf ook wat meer tijd voor. En vandaag wil ik naast de dingen die ik eet ook eventjes laten zien wat ik allemaal doe voor herstel. Het is vandaag zondag en morgen begint een nieuwe week. En ik heb een aantal dingen die ik graag wil doen om mijn herstel te bevorderen. En naast het feit dat ik gewoon voldoende eiwitten en zo eet, zijn er natuurlijk andere dingen die ik... Die belangrijk daarvoor zijn en die wil ik vandaag ook in deze video even wat meer uitlichten. Zodat jullie ook een wat beter beeld daarbij krijgen en dat je misschien ook voor jezelf dingen kan implementeren daarin. Waarvan je zegt, oh, wist ik nog niet dat dat kan helpen en misschien dat je daar nieuwe inspiratie van krijgt ook. Het eerste ding wat je kan doen om je herstel te bevorderen is natuurlijk active recovery, wat ik dus nu eigenlijk ook doe. En daarmee houdt het natuurlijk gewoon in dat je gewoon een lichte vorm van beweging kiest die gewoon low impact is. Zoals wandelen, een fietstochtje maken, et cetera. Om een beetje de spierspanning zeg maar, uit je spieren te krijgen. Maar er wel door in beweging te blijven. Want vaak als je heel erg spierpijn hebt, is het natuurlijk logisch dat je zegt, ik wil niet bewegen. Ik wil stil blijven zitten, maar dat is vaak niet de beste keus. Juist door beweging te houden, zeg maar, hou je spieren ook soepel. Stroomt alles beter door en kan je spierpijn zeg maar, beter verwerkt worden in je lichaam. Dus active recovery is een hele fijne. Als je mij trouwens ook volgt op Instagram, weet je dat ik de afgelopen tijd ook bezig ben met hardlopen. Oh, eerste run buiten. Het is stormachtig, maar ik ga goed. Het begin was heel lastig. Ik heb nu ook echt kramp in de kuit en de wind is natuurlijk heel hard. Nieuw jasje. Gaat beter dan de vorige keer. En geen koude oren. Want ik heb mijn koptelefoon op. Perfect. Let's go. Ja, dat is natuurlijk mede om die medaille te halen. Maar ook gewoon om mijn conditie te verbeteren. Ik merk gewoon dat mijn conditie nu echt al een stuk is verbeterd. Laatst ren ik 5K en toen dacht ik. Wow, ik kan nog wel gewoon een stuk door ofzo. Ik had wel een eindsprintje getrokken. Daar was ik wel even gesloopt. Maar ik herstelde voor mijn gevoel heel snel. Waardoor ik zoiets had van, oh, nou mijn conditie is dus echt goed verbeterd. Dus dat was heel fijn om te merken. Ja, ik probeer het er gewoon in te houden, want ik denk dat het heel goed is om kracht en cardio te combineren. En daarin een fijne balans te vinden. Ik denk dat het elkaar echt wel kan versterken qua uithoudingsvermogen en dergelijke. De tweede tip die ik voor je heb is om genoeg water te drinken. Water helpt natuurlijk altijd bij het afvoeren van je afvalstoffen uit je lichaam. En als je veel sport, nou ja, dan verlies je natuurlijk ook veel vocht. En dat moet je ook weer aanvullen. Wat ook kan helpen is het maken van een elektrolytendrankje. En dit elektrolytendrankje zorgt ervoor dat je lichaam heel goed gehydrateerd wordt. En daarvoor heb ik een aantal ingrediënten die ik daarvoor gebruik. En dat drankje maak je met coconut water, citroenen en Keltisch zeezout. En dan nog een half theelepeltje zout. Dit is ongeveer genoeg.
Mijn advies is wel om dat door een rietje te drinken, want citroensap is niet al te best voor je tanden. Dus een rietje erin en drinken maar. Keltisch zeezout is rijk aan mineralen. Te veel zout is natuurlijk nooit goed, maar bij normaal gebruik helpt het je lijf te hydrateren. Het citrusfruit wat ik gebruikt heb, zoals de citroen, bevat calcium en kalium, die samen met het zout helpen bij een goede vochtbalans. Coconut water bevat ook veel mineralen, zoals magnesium, kalium, calcium en natrium. En deze helpen ook bij een goede vochtbalans en hydrateert coconut water sowieso veel beter dan normaal water. Elektrolyten zijn dus mineralen en spelen een belangrijke rol bij de hydratatie van je lichaam, omdat ze onderdeel zijn van die processen in je lijf die de balans van de vloeistoffen reguleren. Ik heb inmiddels even lekker een truitje aangetrokken, want het is best wel koud. En ik ga gelijk door met het volgende punt, wat ook enorm kan helpen bij herstel, maar iets wat de meeste mensen wel weten. En dat is natuurlijk het eten van voldoende eiwitten. En om je een goed beeld te geven van wat voor eiwitbronnen ik voornamelijk tot me neem om het herstel te bevorderen, heb ik je meegenomen naar mijn keuken en ga ik je laten zien wat ik zoal neem. Allereerst natuurlijk de eieren. Nou, die heb ik vanochtend natuurlijk al gehad. En ei, ja, dat bevat dus ook gewoon veel eiwit. Oftewel proteïne, wat helpt bij je herstel. Dan heb ik kalkoenfilet. Ik kies vaak voor kalkoenfilet omdat het vaak net wat meer eiwitten bevat dan gewone kipfilet. Dan voor vanavond bijvoorbeeld eten we dus een broodje hamburger. En ben ik voor dat broodje hamburger dus niet gegaan voor klassieke hamburger, maar kies ik voor Duits biefstuk. En als je kijkt naar de voedingswaarde hiervan, zie je ook dat deze maar 120 calorieën per 100 gram bevat en 19,1 gram eiwitten. Als je dit vergelijkt met andere hamburgers, zul je zien dat de voedingswaarden een stuk minder goed zijn. Toevallig heb ik ook gewone runderhamburgers in huis, dus kan ik het je meteen laten zien. Deze bevat per 100 gram bijna het dubbele aan calorieën. En ik moet zeggen dat het qua eiwitten ook een stuk minder is, dus dit is vaak niet... Ja, het is wel een hele lekkere optie natuurlijk, want het is niet voor niks een lekkere hamburger. Maar ja, ik kies dan toch liever voor zoiets, omdat het net wat leaner is en je hebt net wat meer protein, waardoor de maaltijd net wat meer in balans is. En dat, ja, daar hou ik gewoon heel erg van. Dan heb je natuurlijk ook altijd nog blikjes tonijn. Die waren afgelopen week lekker in de aanbieding, dus ik heb flink ingeslagen. Maar tonijn vind ik gewoon handig om daar bowls mee te maken. Ik zal wel even een plaatje hier in beeld doen van wat voor bowls ik dan maak. En dat eet ik dan met zeewier. En dit bevat ook gewoon heel veel eiwitten, zoals je wel kan zien. 106 calorieën en 25 gram eiwitten per 100 gram. En dat is natuurlijk perfect. Dus helemaal fan van tonijn, want ja, het is gewoon heel lekker. Ook gewoon als snackje, je zou het gewoon in een schaaltje kunnen doen. Met wat kruiden, wat light mayo, chili saus, kruiden erbij. En ja, dan ben je gewoon klaar. Dan heb je nog wat meer wat duurdere dingen. Natuurlijk is vlees tegenwoordig ook duur, maar dit soort kant-en-klare drankjes kun je natuurlijk altijd halen. Daar is 25 gram protein in. En als het in de aanbieding is, is het natuurlijk helemaal mooi. Bij de Lidl hebben ze tegenwoordig ook dit soort protein puddings. 20 gram protein per zo'n bakje. Helemaal perfect. En deze zijn volgens mij maar 1,30 euro. Dus ook heel erg betaalbaar. En zoals je kunt zien ook gewoon goede voedingswaarde. Dus helemaal top. En je kunt ook wel altijd gaan voor een eiwitreep. Dan moet ik zeggen dat ik ze altijd in huis heb, maar dat ik ze heel zelden pak. Echt, als ik gewoon niet weet wat ik moet eten, dan pak ik gewoon een eiwitreep als ik wat extra protein wil. Maar zoals ik zei, heel zelden. Dan hebben we natuurlijk nog de collageen. Dus wel een beetje een andere soort protein. Meer voor huid, haar en nagels. En gewoon voor ja, je hele systeem, zeg maar. En ze zeggen dat het ook kan helpen bij goede darmfunctie en dergelijke. En ik doe het dus altijd in mijn thee. 10 gram ongeveer en dan heb ik gewoon 10 gram extra eiwitten. En natuurlijk mijn shakes die ik in mijn vorige vlog al even liet zien. Dit is nu echt mijn go-to shake. Het is zo'n fijn product. En ja, deze heb je dus met 24 gram eiwitten per scoop. En het is laag in suiker en gewoon is voor je muscle support en je repair natuurlijk, waar we het over hebben. Dus ja, dat is ideaal. En dit zijn dus een beetje de proteïne producten die ik vooral tot me neem. Maar ik vergeet nog mijn walnoten, want walnoten eet ik ook echt regelmatig. Cashewnoten eet ik regelmatig. Die bevatten natuurlijk ook veel eiwitten. Per 100 gram 17 gram eiwitten. Maar hierbij heb je dus wel ook de gezonde vetten. En dat het dus wat meer hoger in calorieën is. Dus het is niet echt een lean source of protein. En dan heb je natuurlijk nog de pindakaas. Zit ook altijd veel eiwitten in. Zoals je ook kunt zien, per 15 gram bijna 4 gram eiwitten. Dus dat is ook top. Iets wat
wat door veel mensen misschien over het hoofd wordt gezien. Maar brood bevat ook veel eiwitten. Zoals je kunt zien bevat één plakje brood maar liefst 4,6 gram eiwitten. En ook wat vezels. Dus brood is zeker niet slecht. I love brood. Ik eet bijna iedere dag brood. Dus vergeet dat ook vooral niet als je protein source. Ik merk ook gewoon soms zelf dat ik ook gewoon echt wel struggle met het eten van voldoende eiwitten. Want als ik on the go ben of druk ben of ik heb een drukke dag, dan schiet dat er heel vaak ook gewoon bij in. En dan denk ik aan het eind van de dag, shit, ik heb eigenlijk heel weinig eiwitten gegeten. Ik streef toch echt wel naar meer dan 100 gram. Puur omdat ik nu dus hardloop. Ik train zwaarder. Ik hou echt mijn progressie gewoon heel gericht bij. En dan is het gewoon heel belangrijk om dat allemaal voldoende tot je te nemen. En je kunt natuurlijk ook altijd bijvoorbeeld, stel je hebt gedurende de dag zo druk gehad dat je niet echt voldoende eiwitten tot je hebt kunnen nemen. Aan het eind van de dag kun je jezelf altijd nog een boost geven met als zo'n puddingje. Je kunt een snack samenstellen. Je kunt bijvoorbeeld augurkjes en dan kun je er bijvoorbeeld kipfilet omheen doen. Je kunt een shake maken, noem het allemaal op. Kwark, een bak kwark, dat is natuurlijk ook gewoon perfect. Er zijn heel veel mogelijkheden, maar soms dan moet je gewoon weer even zo'n lijstje hebben zeg, waarvan je denkt, oh ja, dat kan ik ook allemaal eten. Dus het is altijd wel goed om bijvoorbeeld ook zo'n lijstje te maken op je telefoon, gewoon met protein sources. Die, waarvan je gewoon weet van, wat kan ik allemaal bedenken waar veel eiwitten in zitten, wat wil ik eten. Maak er gewoon een lijstje van. En als je dus op zo'n moment komt dat je denkt, hey, ik heb weinig inspiratie of ik weet het even niet, kun je altijd eventjes daarop terugvallen. En kun je altijd even kijken en denk je, oh ja, tuurlijk, dat nog. Dat doe ik dus ook met maaltijden. En wat vaak dan denk ik, ja, oh, weekmenu samenstellen, wat zullen we de komende week allemaal eten? Dan heb ik weer geen idee. En dan denk ik, oh, kijk even tussen mijn eerdere weekmenu's. En denk ik, oh ja, tuurlijk, dat heb ik heel lang niet meer gegeten. Of dit kunnen we eten. En juist doordat je zoveel van die lijstjes hebt, dan heb je echt iets om op terug te vallen. En zorg je gewoon voor jezelf voor een steady basis, zeg maar. En dan heb je natuurlijk ook nog gewoon je vitamine en je mineralen. Als jij gesport hebt en je hebt een hele zware workout gehad, zorg er dan voor dat je daarna echt je lichaam goed aanvult met een hele goede maaltijd. En daarbij ook iets wat natuurlijk heel obvious is, is dat je gewoon voldoende nachtrust moet hebben. En dat is ook iets wat er bij heel veel mensen bij inschiet. Maar als je echt goede resultaten wil halen in de gym of met je andere fitnessdoelen, dan is slaap gewoon een hele belangrijke factor. Dus zorg dan voor dat je op tijd gaat slapen, dat je op tijd al je dingen weglegt en dat je tot rust kan komen. En dat je gewoon een goede nachtrust pakt. En nou, wat aanbevolen is dus 7 tot 8 uur. En wat natuurlijk ook heel goed voor je is, is om gewoon te ontspannen. Niks te doen. Zoals mij, lekker op de bank te gaan liggen, te ontspannen en gewoon lekker naar je favoriete serie te kijken. Je oogjes even dicht te doen, een spelletje te spelen, te gamen, noem het allemaal op. Gewoon echt je lijf de tijd geven om rustig te liggen, te ontspannen en ja, gewoon lekker niks te doen. En dit zijn de momenten waarop je lijf zich kan opladen. Ik merk dan ook dat mijn Garmin dan op een gegeven moment zegt, als ik een paar uur heb gelegen, dan zegt hij, goed gedaan, je krijgt +2 body battery, want je hebt rust genomen. Dus dat is ook gewoon een hele fijne reminder. Rust moet je gewoon zeker niet onderschatten. En ik heb nu steeds, nadat ik 2 zware trainingsdagen heb gehad, of bijvoorbeeld een run heb gedaan, dan zorg ik er echt voor dat ik de dag daarna niks doe. Dus geen intensief sport, geen krachttraining, geen niks. Gewoon alleen wandelen, fietsen, ontspanningsdingen, lekker chillen. En dan zorg ik er gewoon voor dat ik heel goed herstel. Dus ook jouw friendly reminder om dat ook te doen en dat zeker prioriteit gaan geven. En natuurlijk zijn er naast het eten, het rust nemen, de drankjes die je kan nemen en de active recovery met het wandelen, zijn natuurlijk ook nog andere dingen die je kan doen. Zoals foamrollen, stretchen, dat zijn echte dingen die heel erg belangrijk zijn. Vooral ook bijvoorbeeld nadat ik, als ik klaar ben met hardlopen, dan het eerste wat ik gewoon doe is stretchen. En ik zal je zo meteen gelijk eventjes een aantal van die stretches laten zien. Oké, de eerste stretch eigenlijk die ik doe, is dat ik me vasthoud aan iets. En dat ik dan deze been zeg maar hierover en dan zak ik als het ware in mijn been. En het is een beetje lastig te zien, ik kan niet echt een goede enkel krijgen met mijn camera. Maar in ieder geval zo zak je er dan in en dan voel je dat dus hier in dit stuk. En dus gewoon been op je andere knie erin zakken, vasthouden. En dan zorgen dat je gewoon je bovenlichaam wel gewoon rechtop blijft houden, zeg maar. En dan zak je daar dus gewoon in. En je merkt gewoon echt de spier stretch. En ik probeer het ongeveer 30 seconden per kant vol te houden. Dus als je deze klaar hebt, dan ga je naar de andere. Zak je daar ook in. En zo ga je door. Nou, dan heb ik deze die ik dan vaak doe, is echt dat ik zeg maar breed ga staan. Zo. En dan er tegen
aandrukken, zeg maar. Dat stretcht dan ook, zeg maar, datzelfde gedeelte weer. Dat hou je dan ook ongeveer 30 seconden vol, of in ieder geval zo lang als het goed voelt voor jou. Dan heb je natuurlijk nog de klassieke enkel pakken, stretchen. Hierbij is het belangrijk dat je dus niet zo doet, maar gewoon echt naast je been. En niet zo, zeg maar, niet zo, gewoon echt recht naast. Ook weer 30 seconden vasthouden. Andere kant ook 30 seconden vasthouden. En zo stretch je dan, zeg maar, je bovenbenen. Dan zijn er nog wat andere oefeningen die je dan op de grond kan doen. En dat is onder andere deze. Dus één voet voor en dan zo naar voren stretchen. En je kan het ook gewoon zo doen. Dus echt maar net wat je zelf fijn vindt, zeg maar, daarin. Vooral niet overstrekken. En als het pijn echt pijn begint te doen, natuurlijk niet doorgaan. Een beetje luisteren naar je lichaam. Handen naast de zijkant, zo stretchen kan. Ook weer 30 seconden vasthouden. Dan heb je deze aan de andere kant natuurlijk. Wat je aan de ene kant doet, moet je natuurlijk ook aan de andere kant doen. Ook weer 30 seconden. Wat je dan vervolgens ook kan doen, is deze been zo plat leggen. Op deze manier dus zo naar voren. En dan kun je daarin leanen, zeg maar. Dat doe ik altijd direct nadat ik heb hardgelopen, stretch ik op deze manier. Doe ik gewoon in de gym. Het is gewoon lekker makkelijk, gewoon direct daarna. Niet tegen jezelf gewoon zeggen, dit doe ik als ik thuis ben. Want dat gaat niet gebeuren, dat weten we allemaal. Soms denk ik, oh, doe ik als ik thuis ben. En dan vervolgens gebeurt het dus niet meer. Dus dat is niet altijd de beste optie. Nou, als je aan de ene kant doet, doe je ook aan de andere kant. En bij mij is het ene been, die kan verder zeg maar zo recht trekken dan de andere. Dat heb je altijd wel. En dan is er natuurlijk nog de foamroller. Ik heb deze foamroller. Het is van Tuntori. En dit is gewoon een zachte foamroller. Dus niet eentje met van die hele harde brokken erin en van die spikes en zo. Dat hoeft voor mij niet. Dit werkt al meer dan voldoende. En wat je kunt doen is of echt actief zeg maar eroverheen rollen of... een paar seconden, vaak 20 tot 30 seconden, gewoon op de spier gaan liggen en het gewoon vasthouden om daarin die knopen te verlichten. Dus je kan dit doen, zo op deze manier en dan zo actief rollen. En het helpt dus ook, zeg maar, bij die stretches helpen natuurlijk om je mobility te vergroten. Dus je beweging, zeg maar, je range of motion. Als je bijvoorbeeld aan het squatten bent, dat je gewoon die oefening gewoon veel beter kan uitvoeren. Ik merk het ook sinds ik dit gewoon regelmatig probeer te doen. Nou, dus deze hele routine, dat doe ik niet altijd regelmatig hoor. Na het hardlopen, wat ik net zei, die stretches wel. Maar foamrollen en andere dingen, daar moet ik echt de tijd voor maken. En dat doe ik dus nu. Maar dat is gewoon echt iets waarvan ik, nou ja, als ik voel dat mijn onderruggen zo vastzitten. Dan denk ik, oké, stop. Ik ga dat nu doen. Ik ga nu rollen. Maar echt vast in mijn routine zit het nog niet. Maar ja, dat is gewoon een kwestie van herhalen natuurlijk. En blijven doen. En je kunt dus of zeg maar zo eroverheen rollen wat ik dus nu doe. Of echt een pijnpunt zoeken en daar op blijven liggen. En wat handig is als je dan bijvoorbeeld gewoon een krachttraining workout aanzet op je watch. Of whatever, of dat je een timer bij de hand hebt. Dat je een beetje in de gaten kan houden hoe lang je erop ligt. 20, 30 seconden zoiets is vaak wel prima. En zo kun je dus de zijkant losrollen. Je kunt het helemaal doortrekken naar je been natuurlijk. Naar de zijkant, naar je hamstrings kan het ook. Je kunt natuurlijk gewoon zo eroverheen. Maar je kunt ook je kuiten. Als ik gewoon dit doe, dan voel ik het al. Maar je kan het ook gewoon met één been doen. Zo heel lichtjes je kuiten losrollen. Er zijn natuurlijk heel veel spieren daar. Dus dat is dan heel compact, waardoor het ook meer pijn kan doen. Het is tijd voor de lunch en ik ga eventjes twee broodjes toasten in het tosti-apparaat. Want ik ga eventjes een tonijnmengsel maken en die ga ik daar dan op doen. Zo, dat is dat. Dat is helemaal klaar. Zo, en dan... de finishing touch is een augurk. Ja, super lekker. Augurk is echt een must. Op zalm is het lekker, op tonijn is het lekker. Het is echt een smaakmaker. Wel even zorgen dat al het sap eraf is. Zo. En dat is dan mijn lunch.
Super lekker, voedzaam, carbs, protein, alles zit erin. Deze hebben jullie al vaker gezien, maar ik heb er ook nog eventjes een lemper op gewarmd. Dat is dus een rijstrolletje met gekruide kip erin en dat is dus typisch Indonesisch. Ik heb net ook even thee gemaakt en dit is rooibos thee met 10 gram collageen. Laatst zag ik deze cakejes bij de Jumbo volgens mij, of bij de Albert Heijn zag ik die liggen. Toen dacht ik, oh die neem ik een keer mee, door het hele beertje zit chocola. Super lekker, dus daar ga ik er even eentje van eten. Nou, dit is allemaal voorgesneden. We hebben alle ingrediënten klaarstaan. En de broodjes zijn ook opengemaakt, zodat we die zometeen kunnen bakken in de pan. Dat is iets wat ik altijd als eerst doe. Dan bak ik een Duits biefstuk. Die leg ik hierop. Dan vouw ik hem dubbel. En dan druk ik met een bord druk ik erop, zodat hij dus groter wordt. Zodat hij dus ook krimpt in de pan. En dan perfect op het broodje past. Dus dat is het plan. Kijk, en dan krijg je dus dit. Veel groter. Past perfect op het broodje. Kijk even hoe lekker dit uitziet. Deze buns zijn trouwens echt een aanrader. Dat zijn dus van die brioche buns. Die zijn perfect voor de hamburger. En augurk is natuurlijk ook niet weg te denken. Dat maakt het echt super lekker. Dus probeer het ook eens. Zo, zo top. Als laatste van vandaag eet ik deze high protein pudding in chocoladesmaak van de Lidl. En deze slagroom daarbovenop. Dus dat wordt een lekker toetje.